Dat was een aardige oerkreet na de finish. Ja, ik moet zeggen dat het van ver moest komen. En het deed me veel pijn om deze sprint te doen. Maar ja, je moet, we hadden natuurlijk twee sprints al gehad. En daar kon ik het niet afmaken. Maakte ik te veel fouten. En vandaag halen we op 350 meter de kopgroep terug. Ja, dan moet je het gewoon afmaken. En ja, dan moet je het gewoon afmaken. Maar ja, dan ben ik heel blij dat ik het afmaak. En ja, het kwam van ver, dus daarom dat ik ook een oerkreet deed. Dat ik even weer op adem moest komen. Maar ja, wel heel mooi om hier weer te winnen. Hoe spannend was het voor jou? Of je de kopgroep nog ging halen? Niet omdat ik me daar niet heel druk om maak. Maar hou me vooral bezig met mezelf en de sprint. Of ik nou wel of niet die kopgroep terughaal. En dan kijk ik in de laatste kilometer wel hoe ver ze nog zijn. En ik zag dat we ze waarschijnlijk gingen halen. Ja, en dan focus ik me volledig op Michael. En ja, die brengt me perfect. En ik zat bij Kasper heel even in het wiel. Maar toen dacht ik, ik moet gewoon niet gokken op Kasper, maar gewoon zelf gaan. Want ik heb nu al twee keer niet gewonnen. En dan moet ik gewoon op eigen kracht het maar even doen. Dus ik moest nog even de lange weg kiezen eromheen. Maar ik dacht, ik ga gewoon vol aan. En dan zie ik wel of ik ga halen. En ik voelde al van dat het goed zat. Dus, dat is de les van de afgelopen dagen, hè? Ja, gewoon gaan. En ja, nu was het ook een iets andere finish dan de andere dagen. Dus er komen wij iets meer tot ons recht. Ook wat zwaardere etappen. Dus dan zijn de snelle mannen die de hele dag 120 watt rijden en dan sprinten. Die hebben het wat lastiger. En dan zie je dat het dat kan natuurlijk. Ja, met je maag ook alles weer op orde? Als ik heel eerlijk ben, is het nog niet het beste. maar ik kan er dus wel mee winnen. Dus dat is iets fijns om te weten. Maar ik hoop wel dat de komende dagen iets beter gaan worden. Want ik voel me niet 100% fit. Maar we gaan het wel zien. En nu kan je op deze weg verder bouwen. Na deze sprint heb je het vertrouwen van hey, zo moet het. Nou, het vertrouwen had ik al wel, want ik had natuurlijk al in Europa natuurlijk al goed gereden. Maar ja, het is hier gewoon echt anders sprinten en ja, er zijn hier veel, veel frisse mannen. En nu waren ze wat minder fris door de zware koers die er was. En dan wordt het iets overzichtelijker, om het zo maar te zeggen. En ik krijg iets meer ruimte en dan is het toch minder geluk. Je dwingt geluk af en dat heb ik niet gedaan de afgelopen twee keer. Maar er komt ook wat een bepaalde geluksfactor bij kijken en die is nu minder. Nu kun je het meer forceren en dat heb ik vandaag gedaan. Rick en Michael zeiden wel van ja, je zat weinig tactiek meer achter. Behalve dan in die laatste kilometer dat jij nog Michael moest volgen. Ja en Michael, ik moest iedereen oproken en Michael weet precies wat hij moet doen. En ik vertrouw hem volledig en dat is denk ik wederzijds. En hij brengt me heel goed. En toen moest ik wel erg even om hem heen. Omdat ik geen risico wilde nemen om tussen Kasper en hem door te gaan. Want ik voelde ze komen, dus ik denk ga gewoon. Maar ze leveren perfect werk af. En dat ze nu die kopgroep weer terugrijden. Dat geeft ook aan hoeveel vertrouwen ze in me hebben. Als ik het twee keer niet afmaak, dat ze dit toch nog zo voor me doen. Gaat vieren. Ga ik zeker doen. Dank je. Thanks.